Een Nijkeertspeteer van KNKB Media. Van harte welkom bij Keertspeteer. We zitten bij een trouwe sponsor, De Hoe uit Wurmwaai. Jean-Louis, ja. Hij heeft mooie namen ten eerste als Jean-Louis De Hoe. Dus hij heeft een soort al uit de jaren kregen hebben. Jazeker, heel prettig. Ja, absoluut. Ja. Frans? Frans, ja. Ik ben vernamen naar de eerste Fransman van de familie die naar Friesland kwam. Ja. Ja. Het gaat al je horeca en eigenlijk je zakelijk instinct gaat heel vier weer om, hè? Heel vier, ja. Ja, hier in Burm is het van al een mooi jongetje 16. Ja. En de vorige generatie ervoor, die had ik nog in oude ziel zitten. Ja. Ja, en dat eigenlijk, dus zo is dat toch, Franse namen, Franse voorvaderen? Ja, klopt. Ja, Jean-Louis de Hoe, dat ben je een douanier van het leger van Napoleon. En toen Napoleon roen, 1812 ergens, het leger nog in naar het noorden, daar stuurde, mocht hem mooi. Ja. En zat wel eens hij hier in de beeldhoeken terug te komen. Ja, nou, beeld mooi Frans, daar bestoot het uitvloeisel ja, van. Ja, klopt, ja. 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 Ik zou het al heel lang sponsoren van de KNKB, al meer dan 20 jaar. Klopt, ja. Ja. Toen was je toch een heel liet beuker, hè? Ja, toen was ik saus. Ja. Ja, inderdaad. Ja, ja, nee, klopt. Nee, mijn pa was natuurlijk altijd een vrij fanatieke marketserij in zijn jeugd al. Ja. En ja, dat is altijd trofskitten. En op een gegeven moment ben je wel eens bedreigd zijn ik sponsor ben. Ja. Ja. Nou, je bedreigd hier in Wurm, in zo'n liet dwarp onder Ronde van Ljout, is dat het voordeel? Ja, zeker. Ja, je zit er natuurlijk heel centraal, hè, ja. Tussen nou, Ljouwert en Grauw natuurlijk, met watersporten hier in Friesland. En je zit er naast je sneldijk, dus ja. Het is natuurlijk voor de gasten hartstikke gemakkelijk. Ja, ja. Dus zoals het al gaat generaties weer rond. Is dat belangrijk van je, dat die historie, want als ik naar je website zie bijvoorbeeld, is het een mooi verhaal. Klopt. Hoe generaties. Ja. Ja, je suffert natuurlijk net prot meer. Ik ben de vijfde generatie die hier in Wurm in het bedrijf zit. Ja. En dat heeft natuurlijk een hele rijke geschiedenis. En dat is mooi als je dat profileren kan. Ja, broek je hem dat zelf ik, die historie van je eigen bestien? Ja en nee, onbewust denk ik wel, maar ik ben er net heel erg mee bezig. Nee. Nog net misschien? Nee, nog net. Nou, ik ben natuurlijk wel in de geschiedenis dook om het verhaal op papier te zetten op een website. Maar voor de rest, ja, je hebt een bedrijf en ja, je zat profileer je. Ja, dus zo is het al, paken wie een soort met keertsen, dat wist nog als liet jonkje van paken wie gek van keertsen? Nou, de oude generatie, de zieke generatie, die komt natuurlijk een protte te koffie drinken. Ja, ja, ja. En dan krijg ik de verhaal over multi-herden inderdaad, ja, klopt. Ja. En ik ging natuurlijk al een periode, ging ik mijn hart op paken, maar naar de PC en de vreugde. Ja. Dus ja, dan krijg je de verhaal multi-herden. Hij is zelf keerst? Ik heb vroeger, mag ik het al zeggen? Zo is het toch. Ja. Hey, hier in Linde heb ik wel op keer zit niet meer gaat. Ja. Ja. Ja, toen, dat is juist hier in Wurm, hè? Want vroeger, toen werden er hier in Wurm nog, toen werd het Wurm en Wiegaard bij me koor. Klopt. De keerste stoel als liet jonkie. Ja. Dat werd competitiekeerst en het eerste trainen. En klopt, ja. Ik deed dan vooral de trainingen die ik competitiekeerst heb gevonden. Drie of jou ook in, denk ik. Ja. En toen werd ik ook weer vrij gauw gebeurd natuurlijk. Want ja, alle sporten met mooi op jonge leeftijd. Ja, wat wist net trok ook in je keer, maar wat voor sport heeft die in? Uit zijn horecafamilie is er dan mogelijkheid voor? Of ben je hem altijd met de zaak bezig? Nee, nee. Toen wij als band zijn, dan kregen we echt wel de mogelijkheid om volop te sporten. Dus ja, voetbal, tennis, keerts zit erbij, ik kan zelfs nog op hinderrieden zitten, ik kan tiers van taekwondo dienen. Ja, ik heb van alles nog wat mooi maken op het gebied van sport. Ja, en dan gestudeerd, dan is al voorop zo'n huis van again de horeca in? Ja, van jongs af aan wist ik het al. Ja? Ja, ja, ik wil een Craxis hard worden. Want, wat is daar? Je bent hem opgegroeid. We leven hier natuurlijk ook vroeger. Je slept thuis, maar het eten en het drinken dat die het nog hoofdzakelijk hier. Dus ja, dan wist hoe het leven is en dan wist ik het beter. Nee, nee, is dat dan wat je bezig had aan in de jeugd al van ja, maar dit wil ik, dit wil ik net. Ja, dat denk ik wel. Ja, ja, ja. Elk band heeft natuurlijk een voorbeeldfunctie in zijn gedachten en vaak ze dat een hard of a man. Ja. En bij mij weer dat ja, ik mijn ouders inderdaad. Ja, en dat wisten ze eigenlijk al vrij gauw van, dus dat... Ja, vanuit de basisschool af. En wat heeft dan dien? Wat voor studies heeft dien? Ik heb de middelbare telschool volgen. In Ljouwert en in Snits heb ik hem oud rond.
En dat heb ik altijd op het werkend lerengebied dingen. Dus ik wier 4 dagen in de week aan het werk en 1 dag in de week aan school. Ja, dus eigenlijk de doener. Zeker, ja. Ja, ik wier net van de schoolbank. Nee. Nee, klopt. Nee, wat vind je er dan van? Als dat, wat nou krijg je er... Als dat 10 zaken is, dan krijg je van, hé, maar dan krijg ik een heel soort mensen niet op jeugd al niet op die HBO hotelskwallen zit. En... Absoluut, ja. Nou, iedereen die heeft een bepaald leergebied. En dat kan bij mij net hever uit dan het MBO. Nee. En nou, wat je zei, ik ben een doener inderdaad. En vooral in de horeca mag je het echt hebben van het harde werkje natuurlijk. En er komt natuurlijk altijd een stukje kennis bij Shen, maar het is vooral het werk op zich. Ja. Maar als je nou denkt als personeel, dan denk je wel aan het HBO? Of denk je dan, ik zie gewoon wat van personen te hebben? Nee, ik zie echt aan de persoonlijkheid. Ja. Ja, ze maakt hier natuurlijk binnen het team passen, binnen het bedrijf en ik tussen de gasten natuurlijk. Dat is heel belangrijk. Ja, de vraag is, hoe moeilijk heb je met de horoniaal hier gewoon? Heel dreig. Ja, he? Ja, zeker. Ja. In de eerste lockdown van corona hebben wij alle personeel ongeharken. Bij de tweede hebben we helaas meer dan 50% van het personeel ontslagen. Ja, he? Ja. En dat hoop je weer dat weer groeien gaat, dat die weer komen kennen? Of? Ja, zeker. Ja, we hebben enkelingen die hebben we weer rondom. En nou is het rust gewoon weer opbouwen en Shem hebben we het komen samen doen. Ja. Nou, we nemen het krekkeleven, de relatie met de sport, daar stoot naar de PC en de vreugde is, daar ik een heel soort mensen kan hinnen. Zeker. Maar ik het sponsormeet van... maar het keert en dat is ja, de van we waarom of dat is goodwill of beide wel. Ja, natuurlijk ja, goodwill ik, waar ik de naam zo bekend in het keert speel het paak natuurlijk ik wel heen gebracht. En wat ik wil als Sirianne zeggen, we hebben het mooi op de dagen als de PC en de vrullen hebben wij het drukker dan mijn crisisdagen. Ja. Dus ja, zeker. De meesten die in het keerts leven zitten, die komen hier graag. Niet van boeten en die komen ze hier in Jemta. Dan komen ze hier eten, ja. Ja, ja. En ik de federatie, weet ik, dat die hier ik regelmatig vergader. Ja, zeker, absoluut. En zak krijgster ik van waarom? Ja, absoluut. Ja, het is natuurlijk een samenhang. Sponsor zijn is net nog ergens hield in stapje, maar dat is ook investeren in elkaar. En ja, keersen is toch wel echt iets vries. Ja. Het is mooi om omheen te houden natuurlijk. Ja. Vind je dat belangrijk? Vind ik heel belangrijk, zeker. Ja? Ja. Want dat bindt u? Ja, zeker. Het is toch een iets wat bij Friesland jet. Ja. Hetzelfde met de wettensport. Ja, dan moet je proberen marge in stand te houden natuurlijk. Ja. Dus dat daar wil je hem namelijk om verbinden? Ja. Heel graag zelfs. Ja, ja. Dat zeg ik wel. Ja, zeker. Je voelde dat gewoon ik als een plicht? Nee, net een plicht, maar het is gewoon een passie die je hebt. Ja. Ja, samen met je tekstje. Je maakt het net als een verplichting. Nee. 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 Het keertje zelf, als dat shirt van Jerry Wurm, wat krijg je er dan van mooi? Wat er dan keert wordt? Weinig. En ik was sinds natuurlijk door corona ben ik heel veel dingen alweer kwijt van hoe het voor hen weer. Ik heb nog wel contact met de kids voor het Wietgaard. En toevallig zijn we nu ondertussen bezig om te zien als we dit hier de toerpartij getrokken in Litten kennen. Dat is het stridkids, niet voor op strid. Ja, en dat is hiervoor? Dat is hiervoor, ja. Ja? Ja, dat is vroeger in dat opzetten. Trog een Shen Paken natuurlijk, Joop Veenstra, Piet Post en Gert de Jong. Oh ja. En dat is nou de volgende generatie weer nou bezig. Dus mijn huiders zitten nou momenteel ook in bestuur. En dat is een festijn? Ja, zeker. Ja, dat is voor de genodigden. Ja, ja, ja. Ja. En wat soort petoren en alleen nog van Wurm of wie gaat Wurm? Of iedereen die mooi doet? Nee, in principe is het bestuur dat kiest de meest knut. Die mooi wel aan deze partij. Oké, dus dat is heel selectief. Ja, het is echt wel een selectief roep inderdaad. Ja, klopt. En het is meestal een man of 24, 30. Ja, ja. En dan is het iets rijden erbij en alles? Ja, nooit iets rijden en borrelje. Live muziek zo nou dan. En gezellig een mooi koor wezen. Denk je dat vaak zo. Ja. Ja. We zeiden het al, dat je het moeilijk gewoon hebt, dat je hem nou weer aan het opstarten binnen. Je bent vrij jong om zo'n tent te runnen. Dat is toch wel bijzonder. Ja, absoluut. Nee, zeker. Ik ben momenteel nog 24. Ja, nee, ik heb
vanaf mijn schoolperiode heb ik al een werkervaring opdien bij andere bedrijven. Dus ik oeral zien hoe het gaat en waar het oors kan bijvoorbeeld. En toen mijn opleiding klaar was in 2015, toen kwam ik hier bij Hard Mem van een tiertje. Ja, een tiertje, ik het samen voorbij en voordat je het weet, dan zit je een soort hard van, ik moet haast maar nooit denken dat ik wat rustiger om een dag. Ja, Hard Mem, die zei op een gegeven moment van, wist nou al als het bedrijf echt oernemer was, of zit nou in twijfel? Ja, dan moet je nooit denken en dan moet je besluit nooit zien. Ja. Ja. Dat moeilijk? Als zij jong wist? Ja, op jonge leeftijd wel, tuurlijk. Ja. Ja, je wil natuurlijk van alles en nou wat mooi maken. Ja, dat ik nog. Ja. En als je dan een bedrijf instapt, dan valt er een tot de vlucht. Ja, want dat juist een heel soort jonge mensen die naar het buitenland gaan, die horeca helemaal natuurlijk. Klopt, ja, van mijn opleiding hoeft het nooit. Dus ik ben altijd in Nederland bleven. Ja. Ik heb natuurlijk wel, wel mijn vakantie, mijn reis aan dienen. Ja. Maar ik hier en daar wel meerdere dan wel. Wie weet op lettere leeftijd. Nou, zullen wij opraten dat we hier 24 jaar weer eens komen en dan nog diezelfde tourpartij? Inderdaad, ja. Dat we daar nog eens iets. Nee, dat gaat geen 24 jaar door in. Maar wie ik eens een keer iets moet doen. Ja, hartstikke leuk. Dat we daar iets moet doen van, van hoe dat dan gaat. In elk geval, Jean-Louis, bedankt en een prachtig succes mooi deze prachtige zaak. Tier, dank. Een nijkeertsbeteer van KNKB Media. We praten met Joke van Eenennaam en André de Vries, bestuurders van de regio Midden-Friesland. Zij zullen u te doen wat hoe zij het keertsen bezien. Hoe drok hij hem het nou op dit moment, André, met de tariering op keertseizoen? Nou, op zich wel rustig. Even de los van dat we het aast nog wel komt natuurlijk. Hè. We weten al wat we mooien. Dus ik hoop dat het aast nog een beetje drukker wordt voor u al jaren natuurlijk. Ja, Joke Verdijt, dus zit heel vaak in die organisatie van die club. Ja, klopt. Dan is dat het voorwerk eigenlijk wat goed is. Nou, het voorwerk is gewoon de vereniging goed op de hoogte houden van de informatie die we van de KNKB krijgen natuurlijk. En we proberen in een heel soort overleg in de groepsapp te zien hoe we alles tot stand brengen kennen. Ja, want je bent van Ljouwt, Oont, waar ont daar helemaal? Jerveen. Ja. Jerveen, Sint-Niek en daar word ik altijd over. Litten is er een deal. Ja. Een vrij grote regio op dit moment. Ja, ja een grote regio. Jim zal ik het gevoel gewoon hebben de laatste overal twee hier van... Hoe komt dit met keertsen? Nou, hoe komt het met keertsen? Dat net zozeer. Maar ik ben pas 2009 in de federatie kwam. En toen werd dat hele regio gebeurde natuurlijk al gaande. Dus ja, ik moest me helemaal inlezen van wat willen ze nou met die regio doen. Maar het is natuurlijk prachtig dat je nou een groter gebied hebt. Hè? Want bij ons eigenlijk met Friesland, er bestaat een tol verenigingen. En dan krijgen we er een tol verenigingen bij als regio. Dus dat kan gewoon in wedstrijden voor die band uitzetten. Ja, dat is dus als een grote commons. Ja, tuurlijk. Ja. He, de federatie is maar tot de zomervakantie in principe. En nu kun je misschien een beetje rekken krijgen als die KNKB-partij in september te gaan. Ja. André, vies dat als dat juist zou van die regio's, dat het de vergrutsing daarvan? Ja, er is wel een vergrutting. Hè. Alleen wat Joke ik al zei, van, hè. We hebben voorheen met 12 clubs bij elkaar en dan ging ze dan heen. En dan werd een lietse om jou in West-Hinden te gaan, dus dan kon ik op een fiets hinnen. Ja. Ja, nou wordt het meer van de ouders vregen, van ja, stel dat ze niet aan de VN was te keertsen, dan mag ze dus verder, dan kan ze net op een fiets hinnen. Dat deelt voor meerdere plakken natuurlijk. Maar ja, dat is wel, voor de ban is het soms wel het lastige van wol of net. Ja. En het onbekende nog op dit die oude charme op fiets kunnen alleen in die federatiepartijen. Ja, vanuit Goudenvoort richting Wurdum of wie het gaat, om niemand maar op. Dat is altijd wel heel leuk, ik van die ban. Ja. Jim Schugger natuurlijk ik van dat het... verliet ze het jaren eigenlijk? Hoe moeilijker dat is voor die Lietse verenigingen om een holle op een wetter te horen? Ja, dat is het. Ik heb voor u ik zelf Schouten. We hebben natuurlijk al je uitbouwers in te krijgen. Ja. Alleen dat er komt geen keertsbestuur. Verleden hier hieken naar een achtje als voor het jeugdbestuur. En nou zien we gewoon dat alles weer omrint. Ja. En de jeugd wat minder. En ja, er is dan volle te doen. En daardoor is het lastig om jeugd te krijgen. Worst ik worst en worst ik dorst. En dat is wel heel lastig. Ja, is het dat te mooi zien met COVID? Nou, misschien dat ik wel. Alleen dacht je, de jeugd mocht al heel snel weer wat. En hoe krijg je de jeugd er dan bij? De benen gewoon overal beginnen en die willen graag van alles en ander wel. En dan horen ze net altijd meer binnen een club en een vereniging. Hey, hoe moeilijk, wat moest dan al je doen om die benen bij elkaar te krijgen? Om wel een keertje te krijgen?
nou, heel actief als clubmaster, heel actief opzitten van ja, hoe krijg ik die band binnen en hoe hoor ik ze binnen. Dus dat is mijn activiteiten. Hè. Tegenwoordig is het heel snel, men wil heel snel iets, een flits. En dan is het twaartel en dan, oh, we komen wat oorsdwang. Maar hoe hoor ze dan binnen? En dat is natuurlijk wat je ook, ik zei, van de periode waar we hebben gekeerd ze, is heel kwad. Ja. En dus dorst eindigst niet heel hier, dorst bijna niks. En dan toen kwam COVID, toen die is er niks, toen mochten we al niks. Nee. En dan wordt het nog, het is bijna een ier voordat er weer hier op een keersveld zit. En dat is van de jeugd, is dat soms heel erg lastig. Ja, Dokkums van Gouden, Doof van Raduzum, in die Liedse Dwarpen, is dat moeilijk? Nee. En natuurlijk, het aanbod he, is er ook bij u. Er is ook voetbal in Jensen en Grauw en er is karbal en keersen. Maar in Dwarpen, ze kennen vanuit de squalen al naar keersveld te herinneren. Ja. Dus, eigenlijk, en we doen ook aan die schoolkaartsprojecten natuurlijk, hè, vanuit de KNKB, dat we inkomen. Bij ons in Raduzum is het echt de liedjes binnen een heel soort van. Maar zodra ze ouder worden, ja, dan wordt een hele hoge prioriteit. Hè, ja. Dan het stappen en, goed, en dan haken ze oud. Dat hing bij vroeger ook nog. Voor interesse is er iets. Net een keer. Maar ik denk dat het in het Dwarpen gewoon makkelijker faciliteren is met band dan in de grote steden. Omdat dat juist die Liedse gemeenschap bij me koor? Ja, denk ik wel. Dat en ze nemen vriendjes mee en ik keert dan iets voor een mini mei. Dat gaat volle sneller in Liedse Dwarpen. Ze kennen koor al jaar. En dat heeft in de steden gewoon volle minder. Ja, dan heeft al jaren heeft een trainingsploeg van Stichting Scoren. Ik naar je Raduzum ta hellen. Ja. Hoe gaat zij iets? Ja, hoe gaat zij iets? Nou, ik ben dus helemaal net bekend in de keertswereld. Ik heb nooit keerts en ik ken de keertsregels net. Maar er ging een ploegje van Raduzum die ging Scoren ta de keertsen. Maar wat bleef achter? De welpen en de pupillen. De liedjes die bleven achter. Maar die wilden natuurlijk in een eigen vrije, vertrouwde omgeving blijven. Ja. En toen dacht ik van ja, vanuit de keersvereniging werd de training doen, er werd een competitie doen, maar ben maar te vaker op het veld staan. Ja. En als ze net bij een keerskwal, tak reist, ja, wat doe je dan een helste keerskwal naar de duizendta? Eigenlijk een geweldig idee. Ja, maar de keerskwal, gelukkig is Simon altijd hartstikke enthousiast. Ja. Dus die stonden meteen verierpen en die zei, nou ja, als het zien ben van mijn kraaienkist, dan kom ik en hoor ik naar Raduzum. Ja. Nou, het eerste jaar we begonnen met 20 ben. Nou, die jaar erop al 30, voor hier 50 en er zijn al 74 ben op het veld. Ja, nee, maar dat bedoel ik. Van hoe staat dat de, ja. Dus, ja, doel bereikt. Doel bereikt, ja. En het is nou net alleen nog meer de welpen en pupil. De squaljacht voegt zich daar, hè, de jongens, famkes en dit hier binnen kabouters erbij kan. Ja. En dat is dan eigenlijk het begin. En dan krijg je dus die moeilijkheid dat ze tussen de viertjes, seksjes, zontje, dat derde keuzes maken worden. Ja, dat denk ik wel. Als het al echt in de jongens vankerscategorie zit, dan wordt het lastiger. Dan wordt het lastiger om die band bij elkaar te houden. Maar zolang ze leads binnen, dan lukt het nog wel aardig. Als dit Kim zei, ja, nou, dat oorvloeien van vereniging naar federatie, naar regio en dan naar KNKB. Heem daar als club van Gouden bijvoorbeeld, heem daar iets voor dat je zegt van oké, dit is ons plan daarin? Nee, alleen nog wel natuurlijk vanuit de jeugdcommissie, hè, vanuit Gouden. Ja. Die is natuurlijk wel belutsen bij de federatie, dat doe ik dan ik zelf. Maar je ook en met horen nog van andere clubs. En wij oorlissen dus wel mooi met koor. Vleendier hebben bij elkaar zitten in Grauw van jongens, dit binnen plan, wat willen we er mooi? Ik heb hier mooi leven. En dat moet natuurlijk ik in het kader van de breedte sport, wie dat natuurlijk ik van belang. Van jongens, dan kunnen we wat meer en dan ben we wat grutter. En dan kunnen we ben ik oors inzetten. Op oren dwarpen of oorsinds te keersen. Dus daar is wel hoe is wel mooi west om dat te bepraten als federatie zijnde. Ja, dan is soms misschien wel je wat jaloers wezen op dat Liedse Dwarpen Raduzum, omdat Jimtje in jouw tongen hik. Ja, nou, natuurlijk ben wij wel jaloers op Dwarpen bij een protte band binnen. Ja. Hè? Alleen nog, het is wat je ook zei, heel simpel van. De huid en mem die ben meestal wel keertjes en die brengen de band mooi. Zij is bij mij ik begon. Mijn huid keert vroeger ik altijd en ik ook mooi als jonkje. Ja. Te Shen. En ik kom van Oracine kom ik het Lauwert voort. Maar ik ben pas 38 of zo, 40 ben ik pas begonnen te keertjes bij u op het warm omdat we daar kwamen te wenen. Ja. Ja, en dan neemt ze passie mooi. Ja. En dan neemt ze het mooi en dan uw jong zat het ik altijd in en dan denk ik, ja, u was er dan weer net, maar dan, ja, dat jongst vanzelf kost dan mooi. Ja, maar dat viel het wel. Liout, dat de mensen kunnen goud om 13 naar Liout te loeken.
Nee, ja, dat wel. Maar zo, er is een protte om ons heen te dwalen. Ja. En het is precies van de ouders, die moeten ik weten van hé, hey, er is keertsen, wat is dat en wat doe ik? Ja. En het is voor Ben heel lastig om keertsregels uit te lezen van wat binnen de regels. Ja. En dat bij tennis is dat heel simpel, in mijn optiek dan, en in voetbal ik. Maar keerts is gewoon een heel apart sport, ja, wat dat betreft, maar wel heel mooi. Van de jongste jeugd heb je dit hier de pilot, no? Eerste fout die telt. De eerste fout die telt, ja. Ja, ja, hier van een beetje een mooie twaalf uur van de eerste fout die telt, hè. Dat is een pilot die draait. Ja. Nou, hopen dat het dan beter komt en dat de jeugd daar zegt, hey, het is dat wel leuk. Ja, en dat is het doel er mooi natuurlijk. Hè? Van dat is die jongste jeugd, dat is die makkelijk ontkeert. Dat het net zo moeilijk is, want het is soms net uit te lezen. Nee, dat klopt. Oh, niet benen. Nee. En was toen zoals dat tennis is gewoon van, oké, druut is druut. En op lintjes is... En als toen een slaast op die bal achter de druut vliegt, is je druut. Ja, klopt inderdaad. En dat is het verschil even met keertsen. En nou, dat is het lastige wel eens, maar het is gewoon het totale verhaal van de band die... Hoor ze maar eens vers wat ik ze krijg, ik dat zo. Ja, wel lastig. Ja, dat is. Maar goed, dat zijn de krijg ik, dat is van alle tien. Daarom. Je bent ik dan mooi in Moeren bezig? Ja, met Keersmoren. Ja, dat ben ik mooi starten. Oh, dat ben je al hier aan het Moeren bouwen in. Hè, ja, in dat neemt natuurlijk een vlucht. Ja. Hè? Dat is juist overal. Van Vlaamwijk is die Hazel in de kranten. Nou, wij zien dan ik in de kranten. En nou, we hebben alles doen wat dat betreft. En nou, we hopen zo snel mogelijk te starten. Mooi de bouw van de Moeren. Metselen. Nee, het wordt een betonmoren, wordt het. En dubbelzijdig ik nog. Ja. Dus we krijgen een hele grote wand te steen. En we hopen daar ik mooi de jeugd rond te loeken, omdat het een heel snel speeltje is. Ja. En openbaar toegankelijk voor elke snee straks. Ja, en dan is het voordeel, dat is eigenlijk weinig regels. Ja. Oh, dat zelfs joker keer straks, morgen keer. Nou, precies. Ja, nee. Maar ja, je hoeft net altijd de keersregels te kennen natuurlijk. De keers is maar de regels is kennen. Ja. En de mensen die op het veld helpen, die moeten de regels kennen. Ja. Wat jouw tijd dan daarin de voldoening dan? Maar dat organiseren, mensen bij elkaar brengen? Ja, en zo vol mogelijk ben op het veld te krijgen. Zo hebben wij via Wieline de Vrije Federatie ik betocht. Ja. Nou ja, wat ik zei, de federatie is een kwaadskofke. En dan denk ik van wat kist voor die band dan betekenen? Nou, de laatste partij van het jaar, Vrije Federatie en vooral de band, die heel Friesland. Nou, dat is gewoon prachtig om te zien. Er zijn 120 bijen op het veld, 21 perken. Ja, hoe mooi is het net eens een dag. Daar gaat het eigenlijk om. Ja, en dat is nou dit jaar het vijfde jaar dat we het organiseren in. Ja. Dus het had ik staan. Ja, dan had het ik zien nut. Nou, ja, precies. Ja. Nou, de eerste keer faalt, ja, dan haast het natuurlijk niet op. Maar dat het elke keer trots zit. En zelfs op de KNKB-veld hebben ze het er wel over van, nou, weet je om die federatiepartij net. Ja. Dus dat is toch dat is te mooi, hè? Dat jou de energie, of net? Nou, dat jou heel veel energie, ja. En wij dan een kantine boven hier het duurzaam en dan zien we op dat dakterras. Nou, dan kan ik wel een oer genieten van die band die er zit te keertje. Ja, ja. Dus het is dan prachtig dat het dan slaagt. Ja. En daar gaat het dan niet om. En dat heb je nou de laatste oorlier, heb je daar moeite mee gehad natuurlijk. Je reduce hem hier in Flintieren en de haardklasse partij. Ja, klopt. Dus dat weer wel weer een kans daarmee. En dat is juist ook wel weer een romambitie, hè? Van dat er ook weer kansen komen binnen je terug. Ja, ja. Je moet ook niet altijd in beperkingen denken. Je moet ook, want dan blokkeert alles natuurlijk. Ja. Maar als je zoiets van wat er nog wel kan. Nou ja, dan ben je er natuurlijk zat mogelijkheden. Ja. En die maar eens pakken. Ja. Dat vind je ook mooi de nieuwe regio inrichting eigenlijk. Ja. Ja, dat vinden wij ook. Ja, dat is wichtig voor u alle jet, denk ik. Net alleen voor u Lietse Gouten, maar voor het totaal is het wichtig. Om dan krijg ik misschien wel meer bekend ziet. Dat zou je van, hey jongens, we kennen keertsen op meerdere plakken. Ja. En we zijn vrij om daarheen te gaan waar we graag in willen te keertsen. Ja. En dat jouwt de band de mogelijkheid om verder om zich in te zien. Maar wij winnen, nooit moeilijk, hè? Maar je federatiepartij dat bij jou uit mijn naam kwam of uit andere regio's, nou die winnen altijd vrij om te komen bij ons. Nou ja, hier hebben we dus Jerve en ik, hè? Die ziet ik dus geen blikken om de tafel in grauw, weet ik nog wel, en dan zei van ja, ken dat? Toen hebben we gezegd, ja prima, de band ben altijd welkom. Wees ik voortkomen, ze willen keertje, kom graag. En dan kregen we dus kregen we dus een mailtje van, nou die band binnen, vriend Jerveen. Nou, die werden gewoon op een list zet. Ja. Die waren mooi. Sorry, te keert. Ja. Het is eerst nog ziekien, maar die wedstrijden, hè, van het... Eigenlijk maar we zelf even resetten, ja. Op een andere manier. Ja. CD-wedstrijden, denken we, waar gaat dit om? Ja, dat moet inderdaad. Ja. Ja. Maar ja, dat krijgt wel weer een plak.
we moeten eerst maar even bezig binnen. Dan denk ik dat ik wel een plak krijg. En dan maar even zien van hoe dat viel. En dat we dan ook met de federatie, ik bij jou in mijn koor, ik trof van wie welk partuur zit. En dat ze net elke week erbij, of weekend bij elke dame of heer zitten te keertsen. Ja. Dus Jan, wat en dat het net meer eigen, dit is uw stikkie erin. Maar ze hebben er ook nooit in stond dat het een stikje is. Nee. Ik ben een keertje willen met ze keertje kennen. En dat ken altijd. Dus. Zullen we daarmee afsluiten? Maar de band, keert ze willen, maar ze keert ze kennen. Altijd welkom. Ja, altijd welkom, buurt. Dank u wel. Ja, nou, bedankt. Dank je wel.